We gaan een pompoen overschotel garneren met een rustilaag met verschillende soorten krulgroenten. Ik ga eerst laten zien hoe je die krulgroenten maakt. En ik doe dat met een Japans apparaatje, maar dat kan ook gewoon met een krulgroentesnijder die volgens mij de blokken houdt. Ik hou mijn hand weghalen. Alsof het is heel scherp. Ik snij de aardappel in mooie krulles. En de aardappel is ook belangrijk dat je die eerst eventjes onder koud stromend water wast. Want zetmeel moet je er natuurlijk afspoelen. Dit zijn de aardappelkrullen. Die heb ik natuurlijk al van tevoren gemaakt. Dus hier hebben we wat aardappel. Dat is al gewassen en gespoeld. Ik zet het even zo. Zoals je ziet zijn het hele lange slierten, dus dat kun je gewoon een beetje lostrekken. Wat wortel en wat courgette. En dit doe ik in een mengsel van wat specerijen, een paprika poeder, een beetje zout en een beetje losgeslagen eiwit. Krijg je wat meer kleuren. En zo gaan we de schotel afdekken. En dan straks in de oven verder afpakken. En dan eindig je tot je eigenlijk de hele bovenste laag hebt gevuld. Klaar.